heb je honger? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben in het huis van mijn ouders. Ik ga vandaag in het Nederlands filmen. Ik heb dat denk ik 1 keer of 2 keer eerder gedaan. Ik krijg heel vaak de vraag of ik het vaker wil doen, maar ik weet niet, ik kom er gewoon nooit op. Maar vandaag gaan we in het Nederlands filmen. Ik ben nu dus bij mijn ouders omdat zij op vakantie zijn voor bijna 2 weken. Dus ik zit lekker hier op het huis passen, maar vooral ook op de dieren. Dus de hond en de kippen en konijn wat hier rondloopt. Ik was om 8 uur wakker. Het is nu inmiddels al 9 uur. En ik ga over een kwartiertje naar de kapper. Eindelijk. Ik ben echt al zo lang niet meer naar de kapper geweest. En het is echt mega lang geworden. De laatste keer dat ik naar de kapper ging, heb ik volgens mij die curtain bangs voor het eerst gedaan. En daarna heb ik het gewoon altijd zelf geknipt. Maar het kan echt niet meer. Ik moet gewoon even een flink stukje af voor de zomer. Is het weer helemaal fris. En het wordt vandaag echt een mega mooie dag. Dus ik ga lekker buiten lezen. Een beetje zonnen. Een beetje chillen. Ik heb net een kopje koffie gezet. Decaf. Ik heb al 2 weken geen koffie met cafeïne op. Omdat ik daar gewoon even van wilde afkicken. En kijken hoe het ging. En bevalt me eigenlijk best wel prima. Dus ik drink nu decaf. Dat is eigenlijk geen echte koffie natuurlijk. Maar... bij de kapper. Ik ga niks bijzonders doen. Ik denk gewoon een beetje laagjes. En die curtain bangs moeten echt gefixt worden. Dus dat ga ik ook doen. Ik denk niet dat ik heel veel van de lengte af wil. Want daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Maar goed, ik laat het jullie zien als ik klaar ben. Oké, ik ben weer thuis. Ja, een dag. Er is niet super veel af. Ik ben op zich wel blij mee. Niet heel bijzonder. Ik heb net mijn bikini aangedaan. Ik ga vandaag lekker zonnen. Ik heb echt een kleurtje nodig. Dus ik denk dat ik even in de zon ga lezen. Het is nu pas 11 uur. David is hier ook. We gaan vanavond barbecuen. Dus we moeten straks nog even boodschappen doen. En ja, even nadenken over wat we allemaal moeten halen. En voor de rest wordt het gewoon een hele chille zaterdag. Het zonnetje schijnt, dus ik ga lekker naar buiten. Ik ben gearriveerd in mijn tanning spot voor de dag. Ik heb hier een boekje van Rome. Daar gaan David en ik deze zomer heen. In september pas, dus we moeten nog even wachten. Maar ik ga alvast wat leuke dingen opzoeken. Dingen die we kunnen gaan doen. Ik heb hier een lekkere ijskoffie. Delicious. Heerlijk. Ik ben benieuwd of ik vandaag een beetje een kleurtje kan krijgen. Want dat schiet nog niet op deze zomer. Maken voor mij en David. Ik denk dat ik iets van een salade ga maken. Ik heb nog wat tofu over die ik op moet maken. Dus die ga ik gewoon even bakken. En dan doe ik een salade met rucola, tomaatjes, komkommer. En David wil gewoon iets van een broodje. Dus die ga ik ook voor hem even maken. En dan ga ik weer terug naar de zon. Oh.
praat David in deze video wel meer omdat hij nu Nederlands kan praten. Nope. Olé. Momenteel op de parkeerplaats van de supermarkt. David en ik hebben even wat eten gehaald, want we gaan vanavond barbecuen. Mijn ouders hebben een Big Green Egg. En oh, David is me aan het bellen. Hoi, ik zit al in de auto. Oké, ik zie jou al. We gaan barbecuen vanavond. David wilde heel graag vis en ik heb gewoon een vegan burger. En dan maak ik een salade of zo. Frietjes erbij. En dan gaan we lekker barbecuen. Waar is David? Ja? Hallo. Ik heb een keer iets anders. Wat heb je? Zeebaars. Oh. Dat is de goede vis. Ik was vandaag gevangen, zeggen ze. Hou op. Nee, zeebaars. Oh. Nou, we gaan weer naar huis. En ik hoop dat mijn pakketje niet in de tussentijd bezorgd is. Ja, dat zou eigenlijk zo. Dat zou jammer zijn. Het is nu 4:00 en ik ga even sporten. Ik weet niet waarom ik opeens op dit idee kwam, maar heel de dag heb ik eigenlijk een beetje gechilled. En toen dacht ik, eigenlijk heb ik nog wel even zin om te sporten. Het is echt bloedheet buiten, dus ik kan niet gaan rennen. Of ja, dat kan ik wel gaan doen, maar dat vind ik gewoon niet chill als het zo warm is. Het is nu 26 graden buiten. Dus ik ga morgen hardlopen en ik ga nu gewoon even 20 minuutjes hier een workout doen. En dan ga ik daarna even douchen, dan ben ik weer helemaal fris. En dan gaan David en ik lekker borrelen en ons klaarmaken voor de barbecue. We zijn de kwalificatie aan het kijken en ik drink een lekkere seltzer. Dit is echt mijn favoriete drankje op het moment. Zo fris en raak ik niet zo vol van. Ja, het is lekker. Nou, zo lekker vind je het. Oké, de barbecue staat aan. Ik ben even snel een salade van elkaar aan het planten. Ik maak gewoon een hele simpele salade. Komkommer, tomaatjes, mango vind ik altijd lekker in een salade. Dan doen we er ook nog frietjes uit de airfryer bij. Dat is ons avondeten. Ik vind buiten eten dus echt het allerleukste van de zomer. Gewoon lang buiten kunnen zitten. Na tafelen. Dat echt zo fijn aan de zomer. En we hebben op zich tot nu toe best wel een prima zomer hier in Nederland. Het is wel warm. David houdt van voetbal. Ajax. En ik ben voor PSV. En het is nu Ajax PSV. Dus ik kan alleen maar goed gaan. Santé. Proost. Thank you.